Ja, maar Mechelen heeft één keer de eer om het OLS te organiseren dit jaar. En wat dat betreft gaan we ons gewoon confirmeren aan eigenlijk alle regeltjes die het OLS heeft uitgedokterd. Waarbij ook natuurlijk het glas, de glazen op de festivalweide en op de schuttersweide moeten gerespecteerd worden. Dus ik houd mij aan die eisen. Begrijpt u de discussie dat veel mensen, of eigenlijk de lastigheid, de moeilijkheid van de discussie, dat veel mensen gewoon een glas bier uit een glas willen drinken, zeker Belgen en Limburgers, dat eigenlijk liever niet veranderd moet worden? Zelfs als niet-bierdrinker begrijp ik dat eerlijk gezegd wel. En natuurlijk, het OLS heeft een bepaalde folklore, een bepaalde cultuur en een bepaalde eigenheid. Dus ik begrijp wel dat er een aantal zaken in ere moeten gehouden worden. Het is blijkbaar een heilig huisje op dit ogenblik om daarvan af te wijken. Wij als Maasmechelen, die één keer de eer hebben om het OLS te organiseren, ja, we zullen ons confirmeren aan de eisen van het OLS. Het is niet aan ons als eenmalige organisator om daar de regels te gaan veranderen. Maar vanuit veiligheidsoverwegingen was ik ook wel een beetje verwonderd dat zo uitdrukkelijk ook in de draaiboeken stond, dat er enkel glas mocht gebruikt worden. Ja. Maar is het OLS in Maasmechelen gevaarlijker als er glas wordt gebruikt? Het OLS in Maasmechelen zal niet gevaarlijker zijn met glas dan het OLS in Maasniel of de jaren daarvoor, toen ook glas werd gebruikt. Maar in het algemeen moet je wel in alle objectiviteit vaststellen en ook toegeven dat natuurlijk het gebruik van plastic bekers op zich een stukje veiliger is dan glazen. Maar nogmaals, niet aan Maasmechelen om het OLS te gaan veranderen wat dat betreft. Het OLS moet daar verantwoordelijkheid nemen. En wij zijn heel fier en we zullen ook heel coöperatief zijn om de regeltjes die het OLS oplegt aan de gaststeden, en dit jaar is dat Maasmechelen, om die regeltjes na te leven.